In het midden des lands. Bij majoors, want dit is Jol uit Scheveningen.
En je moet er geen grensjes met hem uithalen, want dan ben je nog niet klaar. Nou, dat is 40 jaar geleden. En ik zit hier nog. Dankzij de mate die mij toen uit de sneeuw heb gehaald. Ik ben trots te weten dat ik na 40 jaar, 40 maal 365, 14.600 dagen, dat ik hier aanwezig mag zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk het grootste wonder. En die 40 maanden, of iets meer hopelijk, dat 80 mag worden straks. Nou, daar maak ik ook een groot succes van. Want ik zal alles doen om op mijn grond in Rukve en in de Ardennen, om daar twee fantastische federale parken te bouwen. Voor de mate die mannen trouw zijn geweest. En met Spanje. Die heeft dat jack meegenomen. Dat zat helemaal onder de broek. En dat heeft hij thuis in zijn stuurtje in Weesp jarenlang bewaard totdat het uit elkaar is gevallen. En ja, heeft Leni me verteld nog toen jullie bij mij bezoek waren. En zo'n verhaal voor je, Klaas. Wat mij altijd op de been heeft gehouden, dat is mijn gevoel voor humor. En dat had ik van mijn vader. Ik had meer van mijn opa van Urk, Klaas Mazerik, dat was ook een visserman. Die bezat half Urk, want die had van de Lusitania had een goudstavel opgevist. Die was ook een beetje aan het duiken altijd bij de marine. En daar heeft hij hele straten van gekocht op Urk. En hij was de meest nobele Urker, hoe raar dat ook klinkt. Toen mijn opa stierf in 1951, was die jonger dan ik was. Hij droeg vanaf zijn schip, zijn botter, een zwaar net van 75 kilo, naar zijn zolderkamer thuis, wijk 728. En hij is die zolder niet meer afgekomen. En dat was een vreselijke schok. Behalve voor zijn 9 kinderen, want die kregen allemaal een klein fortuin. Ja, dat is dan de humor van mijn vader weer. Als mijn moeder dat zou horen in de hemel, dan zou ze. En jij mag even nog vertellen, de relatie met het even seintje, kun je rustig op voorbereiden. Maar Bobby Tonnel was van mijn klas, die heb ik meegenomen naar de US Navy SEAL training. Dat is het enige wat ik nog draag, wat ik daar het meest trots op ben. En die is heel erg ziek. Die mist benen, maar hij heeft toch een neef en zijn vrouw gestuurd om hierbij te mogen zijn. En wij waren samen op de Zumba in 64. Hij was ook commando, werd ook kikker. Ik ging door voor sierkikversman. Ik mocht er 3 uitkiezen en Bobby was er een van. Dat was mijn buddy van de Zumba 1964. En ik heb hem dus meegenomen naar de Navy SEAL training en daar heeft hij me ongelooflijk gesteund. En ik ben met hem naar 130 meter diepte gegaan met speciale mengsels. Ja, dat was ongelooflijk. Met hem heb ik ook de eerste fully submerged reconnaissance submarine operation gedaan bij St. Thomas. En dat was voor die tijd, in 65, zoiets speciaals op het Special Forces gebied. Dat zal ik nooit vergeten. 2 dagen onder water, naderen van de kust en dan alles in kaart brengen, op de dag daarna terugkomen en al die scullies opruimen die het landingsstrand zouden verhinderen te landen. En haversacks plaatsen erop en dan weer met z'n allen terug en dan aan een lange lijn ver buiten en dan afzetten die zaak met 10 minuten en dan tingelen op een lange lijn en dan kwam die onderzeeboot weer onder water, 20 meter, 30 meter diep. Die pakte precies in het midden die lijn en dan werden we zo naar het sigarettendek getrokken en dan werden we naar binnen gelaten, 10 voor 10. Nou, dat was ongelooflijk. Dat ik dat overleefd heb, is toch een wonder. Ja? Ik wilde nog even vragen aan een groot vriend van mij die daar zit en dat is een echte conservator van het Legermuseum. En allerlei andere dingen. Ook zeer in voetbal geïnteresseerd. Ja. Hij beheert het museum van ADO, ja, waar mijn broertje ook furore heeft beheerd. Ja.
En Frans, die, je wil nog iets over mij vertellen, want we kennen elkaar al van ver voor de watersnood. Mijn naam is Frans Wits, ik ben gepensioneerd conservator van het Legermuseum, dat heet nu het Nationaal Militair Museum. Ik ken Klaas van alweer 1975, toen hij voor het eerst in de Bar Vos kwam, in de Herenstraat. En wij zaten voor de toon en achter de toon stond toen die Spichler, marinier, dat was ook een goede kennis van jou, bekende was dat. En zo kwamen wij met elkaar in contact. Ik kom uit de cavaleriekring, ik ben huzaar geweest, dat is heel iets anders dan de marine natuurlijk. Maar soldaten onderling. En op dat moment was ik bezig als jong adviseur voor de Vlucht Soldaten van de Marine. En daar had Klaas ook weer een aantal maten rondlopen die daar moest figureren als Nederlandse SS'ers. Verkeerde pak hadden ze aan, maar het was voor de film. En, omdat, en we hadden gelijk een relatie, want mijn vader heeft in 1965 mede geadviseerd met Jan Nas het 400 jaar bestaan van Korps. En Klaas, die was er ook bij betrokken en die was ook weer betrokken bij de film dus, over de herdenkingsfilm van Korps, Mariniers en DD, de ontploffingen voor Paul Verhoeven. Yes, sir. En toen heeft Paul heeft toen ook al gezegd van, luister, waarom wil jij niet film, munitie en ontploffing expert van in Hollywood. In Hollywood, ja. Special effects. Maar goed, Klaas hadden we dus contact mee, sporadisch contact wel, want hij moest vaak dus weer ergens het land uit of dan zaten we zo nu en dan in de kroeg. En we werden ook uitgenodigd bij Klaas de verjaardag. Dat stond de vader van Klaas die zon van de heren in kleine haringjes die niet verkocht mochten worden, maar ze die schoon te maken. Daarnaast een goede glas whisky. Er waren voortreffelijke bijeenkomsten. En tot op een bepaald moment was Klaas in de Golanhoofdvlakte. En toen kwam hij terug en had een hele grote koffer bij zich. En zei tegen mij, hier alsjeblieft voor het museum. En er zat een helm in een gat en er zaten allerlei dingen in zijn uniform. En dat gaf hij zo weg. Dan ben ik van het Legermuseum, ik ben dus niet van het Marinemuseum. Maar goed, oké, zeesoldaten zijn ook infanteristen van de marine natuurlijk. En daarbij kwam ook nog VN-baretten bij en de VN-taken en dat werd nog niet verricht. Dus heb ik dat opgenomen in de collectie. Een aantal jaren daarna wordt Jan Buijsen, marinier en major, BD marinier, maar directeur van het Legermuseum van de Koninklijke Landmacht, nou, ik merk ook. Hij is overal inzetbaar was hij en die zorgde ervoor dat de collectie dus, en ook klaar zijn schenking, die werd een rijkscollectie en de minister van Defensie was verantwoordelijk voor deze schenkingen. Dus ook voor die collectie. Dus dat is de eerste dat de minister van Defensie dus in feite verantwoordelijk was, maar voor het nalatenschap van Klaas. Sprak ik onlangs nog de nieuwe conservator, een hele goede vriend van mij van het Mariniersmuseum en die zei, ja, het verhaal is bekend, we hebben voorwerpen van hem, maar waar is toch die skistok gebleven, hè? Die dus stuk is gezaagd. Hij zegt, als we die nou in het museum zouden hebben, het Mariniersmuseum met het verhaal ernaar, heb ik het verhaal over dat beroemde, ja, zeer vervelende ongeluk en dergelijke. Maar ja, ik moet hier nu aan dit verhaal natuurlijk een eind aan breien. Zal ik dat even doen? Nee, maar ik ben niet. Ja, waar is die? Nou, ik lag daar. Nee, ik lag daar nog net in dat in de intensive care. Ja. Lag ik bij te komen van de schrik. Stond er ineens een adjudant Den Haring van de ambassade, die stond voor mijn neus. En die zei, ik ben bij de. Major, ik ben bij de operatie geweest. Ik ben er helemaal ziek van. Hoe gaat het nu met u? Kan ik nog wat voor u doen? Bid maar voor me, adjudant Den Haring. Hij zei, ik ben naar buiten gelopen en ik ben gelovig geworden. En dat van deze liefdom. Maar die stroop, die stukjes, die werden een paar dagen later bezorgd door de directeur van Houtland Hospitaal Ziekenhuis. En die legde zo 20 van die stukjes neer bij mij. Die lagen in mijn kamer aan de kant. En toen kwam dus die therapeuten die mij uit bed wilde halen. Een schat van een vrouw was dat helemaal een. En die zei, neem ze alsjeblieft mee, ik wil ze nooit meer zien.
Toen zei ze, ik zal ze trouw voor u gaan bewaren. Maar ik ben bang dat ze nu bijna 80 is. Nou, het is namelijk zo dus dat zo'n reliek zou je eigenlijk, die zou eigenlijk in het Mariniersmuseum moeten komen. En daar is ook de huidige tendens naar om zulke dingen tentoon te stellen. Maar ja, ik heb ook nog bedacht het volgende. Als je vroeger bij de foerier kwam, en dan kwam de majoor Jol, die kwam in die kapotte skistop, kwam die bij de foerier en die wilde die inleveren. En die man die wist niet wat hij daarmee moest doen, en dat zei hij meestal. Ja, dat is dat nou Wendeling Rijp of is dat nou Wendeling Man? Nou, ik heb altijd gedacht, ja, dat is Wendeling Man geworden. Nou, ik moet je inderdaad. Nou, ik heb toen ik in 85, 6 jaar na dat ongeluk met ontslag moest. En toen kwam ik thuis op de Badhuisweg. En toen kreeg ik nog de rekening geserveerd van de spullen die ik kwijt was geraakt in de Libanonoorlog van 1978. Dat was het kompas wat ik altijd bij me droeg. Ja. Dat was mijn mes, ja. En sinds die tijd heb ik tegen jullie allemaal gezegd, trouwens in dienst al, waar je ook naartoe gaat, ja, altijd een mes bij je, ja. Dit was mijn bijdrage. Ja, ik dank je zeer. Oh ja, ik heb iemand vergeten. Ik heb Leo den Dulk gezien. Klopt dat? Leo, ik vind het zo leuk dat je er bent. Leo is ook korporaal van de Mariniers geweest. En Leo is een benefactor. Die heeft dus de boulevard gerenoveerd, had de leiding. Die is pas bezig met de boulevard Noord op Scheveningen gerenoveerd. Heeft een bunker ontdekt. Dus ik weet dat je nu vandaan was gekomen, had ik dat. Want ik heb namelijk daar in het zand een Duitse medaille gevonden, ja, van het Oostpol 1941-42, toen ik werd geboren. En die geef ik aan jou voor je bunker. En jij bent degene die ons, de veteranen, op rond gaat brengen door al die bunkers op Scheveningen. En maak mij voor hem, mij voor Dat heb ik beloofd. Ja, ik heb 4 jaar geleden aan de moraal gemaakt voor de medewensen. Toen heb ik Klaas ontmoet. Er waren een beetje wat activiteiten. Een van de activiteiten was het informatiecentrum ontmantelen en afvoeren. Er kwam alleen houtkannen, rijen, stijgen delen. Klaas wilde dat gebruiken voor een marineboot. Die hebben dat toen met een laten afvoeren in de oude defensiecontainers. Groene container met spullen erin. Sindsdien hebben we eigenlijk contact met elkaar gehad. Ik heb altijd een bakje bij doen met de geheimcentrum boulevard. Ik ben Scheveningen, Klaas Scheveningen. Allebei marinieren dan. Dat heb ik wel met elkaar. Ik heb me vorige week gebeld, Klaas, hoe is het? Ik kom van Nederland. Toen zei hij, joh, ik stuur je een boek, ik kom hier naartoe. Nou, ik ben er binnen, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ergens wel een eer tussen, want ik ben maar slechts dienstplichtig geweest. Dus al die beroepsmariniers, vind ik leuk. Ik hou contact met Klaas, ik ga af en toe bij hem langs. En ik zou je voorstellen, laat me een keer samen in Elden stappen en naar jouw locaties rijden. Ik heb contacten met ketenbouwers, met hallenbouwers. Misschien dat we wat voor jou kunnen regelen om iets neer te gaan zetten voor 800 meter omheen, ik ga het niet regelen. Fantastisch. En die ga je helemaal leeghalen voor die mariniers. Ja. En voor mijn zoon. Hè. Nee, ja. Want nee, die kerk waar die is, is nooit met die houden. Lopen gaat me steeds beter af, hè? Sorry, jongen. Even een boek van Oop signeren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb je al gefeliciteerd met je boek. Ja, ja, zeker. Is de 4e oplage al, hè? Harry. Ja, hoor je dat? Gaan wij het redden? Je loopt binnen, hoor. Nou, dat is wel waar. 89 euro zijn een minuut per boek. En dan wil je nog delen ook? Nee, dat is gedeeld. Ja, ben ik gemeen. Nee, maar voor je verhaal vandaag ook weer geweldig. Hoor. Samen met de maand over geweldig van Mark. Dat regent niet helemaal. Goh man, je bent elke dag zie ik, ik lees echt met doel, best. Met grote woorden.
Jij trouwt met Oscar in de verte familie van mij. Hè? Is het zo? Ja, natuurlijk, van Jolen. Dat moet je toch uit. Jolen, met twee O's. Hè? Ja, twee O's. Alweer. Hoe zit dat dan? Dat lukt wel bijna. Ik ben van, nou, in Amerika had je ook een Johnson. Zo van Jol. Oh, zo meneer. Ja, wij zijn natuurlijk de wijde wereld tegengekomen. We stemmen af. Jolle stemmen af van Fieke. Ja. En jij bent ook afstammeling van admiraal Cornelis Jolhout, ben ik geschreven. Ik zie het als eretitel. Hartstikke fantastisch. Ja, hartstikke goed. Dat vind ik hartstikke goed. En je boek koop ik ook. Deze krijg je van mij. Ah, dankjewel. Ja, dan gaan we wel even. Fantastisch. Ja, ik stuur het goed naar je. Ik doe het via ja, ik heb het. Vanmorgen een prachtig verhaal in RTL nieuws. En dat kun je op Facebook vinden. En dat had ik gisteren telefonisch doorgenomen met de itemverzorger. En vanavond komt er verhaal op in het Hart van Nederland om 10:30. Je moet niet denken dat we hier voor de kans en dingen schrijven. Ja. Voor mijn plaats. Uh-oh. En voor Cynthia ook. Hè? En niks voor jou. Ik heb wel een plaats. Ik kan dan niet zeggen dat je mijn grote voorbeeld was op de skis, maar je deed dat vreselijk niet best. Ja, dat is ik zei ja, wat moet je me doen? En toen zei ik, ik heb alles. Echt gebeurd, hè? Echt gebeurd. Ja, volgende keer krijg je een nette handtekening met volgende boek. Je had toeters moeten worden bij de marine. Ja. Ik ben echt afgekeurd, want ik zag overal negen staan.